van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Oh, waar ben jij? Weg. Waar is Mark? Mark? Die is met de muziek mee. Zijn vader achterna. Hij haat me. Hij wil me niet, net zoals zijn vader. Hij haat u helemaal niet. Oh nee. Wie jij er nou van? Mark is juist bezorgd om u. Omdat hij veel van u houdt. Maar dat zal wel, ja, dat zal wel. Man. Hij wil me niet. Ik mag niet bij zussen met mijn strijd komen. Ze schaamt zich voor zijn eigen moeder. Zijn eigen moeder. Zou u tussen publiek kunnen zitten dan? In zo'n toestand? Dat houdt u toch geen twee minuten vol? Adel, weg jij. Adel, weg. Binnenkomen? Wat is het nou voor stom geduw? Waar hebben we nou ruzie over? Arnie, ik heb niks met Roos. Echt niet. We zijn gewoon vrienden, meer niet. Ja, dat zal wel, ja. Vrienden. Ik zweer het je. Net als wij. Vrienden moeten elkaar helpen. Ik heb je nodig in het restaurant. Kom je weer terug? Ik weet niet. Ik zal erover nadenken. Ik moet nog gaan. Ik moet naar die zangwedstrijd. Oh ja, ja. Die zangwedstrijd van Mirjam en Julie. Ja, jammer. Daar kan ik niet bij zijn. Dat heb je als je in de horeca werkt. Tja. Zal ik je er langs brengen? Ik kom er praktisch langs, dus. Nee, hoeft niet. Ik ga liever met mijn eigen auto. Dan kan ik weg wanneer ik wil. Oké. Veel plezier. Hoor ik van je? Maak je geen zorgen, we hebben al iemand anders. Hoe bedoelt u? Arthur is niet opkomen dagen en niemand weet waar hij uithangt, maar we hebben al een vervanger, dus komt allemaal goed. Dringt het wel eens tot u door hoe het voor Mark is? Wat? Hij kan uw probleem niet oplossen. Hij wordt er helemaal gek van. Ik kan het niet helpen, Arthur, echt niet. Moeders moeten hun kinderen juist stimuleren, in plaats van ze kapot maken. Kapot maken? Wat bedoel je?
Heeft hij de kans zijn eigen leven te regelen? Het loopt totaal de soep in. Straks kunnen ze de resten opvegen. En hem erbij. Als er iemand opgeveegd moet worden, dan ben ik het. Ja, dat zien we. Heeft u stoffer een blik? Dan is de rotzooi vast opgeruimd als Mark thuiskomt. Je hoeft niet zo grof te worden. Dat is het enige wat helpt. En ik kan het weten. Hoezo? Kan jij het weten? Mijn vader was alcoholist. Net als u. Ik heb het allemaal meegemaakt. Maar ik heb het gered, zoals u ziet. Mij kreeg hij niet kapot. En waarom zou Mark het niet redden? Altijd weer op anderen afwendelen. Tell me he's lazy, tell me he's slow. Tell me I'm crazy, maybe I know. Can't help loving that man of mine. When he goes away, that's a rainy day. And when he comes back, that day is fine. The sun will shine. He can come home as late as can be. Home without him ain't no home to me. Can't help loving that man of mine. Dames en heren, dit was Mirjam. Dankjewel, Mirjam. Het oordeel van de jury graag. 6-7, 6-7, 6-7. Fantastisch, Mirjam. Dankjewel. Dank je. Je moet zitten. Je moet zitten. Dames en heren, graag uw aandacht voor Julie met het prachtige nummer Milord. Allez, venez, Milord, vous asseoir. Ma table, il fait si froid. Dehors, ici, c'est confortable. Ok. Hoi. Hey. Hey, wat doe jij hier? Dat je naar die zangwedstrijd moest. Ja, ben ik geweest, maar ik zag je niet. Toen dacht ik, oh, die moet natuurlijk weer werken. Ja, dat zat er wel in, ja. En daarom kom ik je helpen. Ja. Was het niet leuk? Ach, zo'n zangwedstrijd, wat interesseert mij dat nou eigenlijk? En dan die steef niet voor mijn moeder weg te branden? Nee. Uh-huh. Hey, Tafel 5. Oké. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'une môme. Lâchez-vous faire, Milord, venez dans ma royaume. Je soigne les retards, je chante la romance, je chante les milords qui n'ont pas eu des chances. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru. Ja, dames en heren, en dit was Julie. En ik ben zeer benieuwd wat de jury hiervan vindt. Een 7, een 6, een 6, een 5, een 7 en een 8. Ja, ja. Zie je dat? Hallo. Hallo. Ga zitten. Wat kan ik voor je bestellen? Oh, doe maar hetzelfde. Sorry, mag ik nog 2 maal hetzelfde? Ja.
Ik heb gehoord dat je een boek wil gaan schrijven over de moord op Rien Hogedoorn. Nou, ik ben materiaal aan het verzamelen. Dat is te zien. Je loopt kennelijk tegen wat moeilijkheden op. Ik ben zelf ook materiaal aan het verzamelen. Over Hogedoorn senior dan wel te verstaan. Daarover wilde ik je spreken. Wees maar niet bang. Van mij krijg je geen blauw oog en ik ben ook je concurrenten niet. Ik heb dat materiaal heel ergens anders voor nodig. Oh, gelukkig. Ik heb persoonlijke redenen. Ik mag de man niet zo, om het eufemistisch uit te drukken. Jij ook niet, heb ik begrepen? Nee, maar mijn boek wordt natuurlijk volkomen objectief. Natuurlijk, zoals een goed journalist betaamt. Heb je al een voorschot gekregen van je uitgever? Nee, ik heb nog geen uitgever. Oh, en hoe wil je je research dan financieren? Alsjeblieft. Bedankt. Alsjeblieft. Ja, bedankt. Ik wil je een voorstel doen. Als jij mij al je informatie die je verzamelt over Hogedoorn senior doorspeelt, krijg je van mij een voorschot. En ik kijk niet op een duizendje. Op een duizendje? Ja, dat klinkt heel verleidelijk, maar alle informatie die belangrijk kan zijn voor mijn boek moet ik natuurlijk geheim houden totdat het uitkomt. Maar dat kan nog een eeuwigheid duren zolang je geen uitgever hebt. Nou, dat komt heus nog wel. Ik ken heel veel mensen in de uitgeverij. Ik zou je aan de juiste contacten kunnen helpen. Nou, dat zou erg aardig zijn. Maar dan moet je mij ook helpen, natuurlijk. Natuurlijk. Ik doe het. Mooi. Proost. Nee, je deed het heel overtuigend. Ja, dat vond ik ook. Ja, bedankt. Maar het mocht niet baten. Aan mij heeft het niet gelegen. Nee, dat weet ik wel. Maar Steve, die heeft me een 5 gegeven. En Anne. Waar zijn ze eigenlijk? Naar huis. Moe zeker. Stomme Arthur. Daar kan je ook al niet van op aan. Ik heb dat hele nummer met hem ingestudeerd. Deze man kon geen noot van een ander onderscheiden. Nee, ik vond dat hij het aardig opving. Helemaal niet. Hij speelde het totaal anders. Ik raakte helemaal de kluts kwijt. Nou, dat is wel heel vervelend. Mirjam, Julie heeft het ook zonder Arthur gedaan. Dus jullie hebben hetzelfde probleem. Waarom zou hij eigenlijk niet gekomen zijn? De boos was ook weer snel weg. Julie heeft gelukkig ook niet gewonnen. En terecht. Wat een vertoning, zeg. Die jurk die ze aan had. En zoals ze stond te schreeuwen op het eind van het lied. Stond er echt van te rillen, hoor. Van ellende dan. Dank je. Jij mocht er anders ook best wezen met dat gezwijmel van je. Wuf, een echte griezelshow. Dat is toch wel het toppunt, hè? Alsof jij er verstand van hebt. Je leek net een gedresseerde krokodil die op zijn staart heeft leren staan. Regelrecht uit het circus. Dat heeft toch niks met zingen Jongens, te maken? Wat is hier aan de hand? Is dat sportief? En jij leek net een tarantula met liefdesverdriet. Circusolifant, betonmonster. Kwijlende sidderaal. Mirjam, Mirjam. Wandelende tak dat je bent. Waar was je? We zijn vanmiddag allemaal komen kijken om je toe te juichen. Dian was er ook. Dian? Moest jij niet meedoen met de kwalificatiewedstrijd? Ja, maar ik kon het niet opbrengen. Ik ben hard gelopen en ik heb nagedacht en geprobeerd alles een beetje op een rijtje te zetten. Oh. Maar ik heb nog een kans gekregen om me te kwalificeren. Gelukkig maar. En dan moet het met je moeder? Ik wil mijn moeder niet meer zien. In ieder geval tot na de kampioenswedstrijden. Ik denk dat dat het beste is. Ja, als ik het niet doe, dan kan ik niet zo goed zelf aan de drank gaan. Ik heb gewoon wat tijd nodig nu om me te kunnen concentreren. Ja. En hoe ga je dat dan doen? Ik weet het niet. Ik hoop dat ik bij Peter en Mirjam kan logeren. Dat is niet zo'n slecht idee. Even weg van de ellende. Zodat je er zelf weer tegenaan kan. Ja, ik moet wel. En dan moet het verder met je moeder dan. Ik was vanmiddag bij haar. Ze was er erg aan toe. Ja, ik kan me daar nu niet druk over maken. Dat zie ik dan wel weer. Ik hou wel een oogje op haar. Goed? Dank je, Arthur. Je bent een fantastische vriend. Je hebt me heel erg geholpen. Dat lekker. Ja, jij ook, hè? Ik zie je. Hoi. Hey. Waar was je? Ik heb je de hele avond niet gezien. Ja, ik was even wat gaan drinken. Toen kwam ik een vriend tegen. Was leuk. Ja, leuker dan die zangwedstrijd. Zag ik niet zo zitten. Ik heb op je gewacht. Oh. Ja?
Er is iets wat ik je wil vertellen, iets belangrijks. Ja, wat dan? Over Steef en mij. Is er spa? Ja, ik geloof het wel. Hey, ik heb er lang over nagedacht. Zeg je? Ik heb er lang over nagedacht. Er is geen spa, hoor. En misschien in de keukenkast. Nee, het is niet koud. Wat zei je nou? Ik ga met Steef trouwen. Wat? Hoe kom je daar nou bij? Ik hou van hem. Je houdt van hem. Waar is hij eigenlijk? In bed, hij slaapt al. Waar slaapt hij dan? Gewoon hier in huis. Wat moet hij vindt? Dit is toch ook mijn huis? Ik ga naar bed. Trust hem. Dat was de laatste keer. Ik raak het nooit meer aan. Zulke soort dingen moet u niet zeggen. Dat kunt u toch niet waarmaken. Waar is Mark? Heb je nog iets van hem gezien of iets van hem gehoord? Ik weet het niet. Ik heb hem gisteren voor het laatst gezien. In de cactus. Weet je waar hij heeft geslapen vannacht? Ik heb geen idee. Ik moet hem spreken. Maar hij wil u nu spreken. Hij wil me niet spreken. Ik ben zijn moeder. Hij wil hem niet zien totdat hij de wedstrijders voor me heeft. Anders kan ik het wel vergeten. Hij hoeft me hier niet zomaar alleen te laten. Hij doet precies wat hij zelf wil. Nee. U denkt alleen maar aan uzelf. Het interesseert u totaal niet wat er met Mark gebeurt. U wil het gewoon niet weten. ...90% zeker dat die cervicale beklemming op zal treden tussen L1 en L2... ...wat dan eventueel kan leiden tot die dwarslesie wat ik hier heb beschreven. Het staat allemaal geschreven in 886. Kijk maar even na. Roos! Ik zie je later wel. Ja. Heeft je moeder het je verteld? Wat heeft ze me verteld? We worden huisgenoten. Over mijn lijk. Ik hou van je moeder en ik zal haar krijgen ook. Of je het leuk vindt of niet. Als je oorlog wilt, weet waar je aan begint, hè? Nou, ik ben niet bang voor jou, hoor. Oh, nee? Nee. Als je me niet denkt dat je me klein krijgt met die halsstarrigheid van je. Als Anne en ik getrouwd zijn, dan zal je merken wie er thuis de dienst uitmaakt. Dan heb jij niets meer te vertellen. Hey, wat is er met jou? Die Steef. Wat is er met Steef? Ja. Hij zegt dat... Wat zegt hij? Hij zegt dat als hij eenmaal getrouwd is met mijn moeder, dat hij dan de baas in huis is en dat ik niks meer te vertellen heb. Nou. Zegt hij dat? Ja. Wat een ongelofelijke lul. Hij terroriseert me, hè. Zodat hij mijn moeder vertelde, wil ze me niet geloven. Waarom wil ze je niet geloven? Ja, ze denkt dat ze van hem houdt. Hij draait er een rat voor ogen. Nou, leg dat er dan uit. Je bent toch de dochter? Nou, ik kan niet meer zo goed met haar praten. Ze denkt gewoon dat het koppigheid is vanwege mijn vader. Ze begrijpt me niet meer, hè. Die Steef drijft ons volledig uit elkaar. Hij gaat nooit meer weg, die Engert. Ik had eerst al geen vader meer en nu heb ik al geen moeder meer. Ik heb gewoon niemand. Je hebt mij toch? Hey. Sorry dat ik zo binnenval. Het zal niet lang duren, ben zo weer weg. Waar kom je voor? Je hebt het adres van de Gerrits, kan je me dat geven? Nee, dat denk ik niet. Ik ben de vader van Trix, de kind.
Dat weet ik, maar daar schijnt Trix niet zo blij mee te zijn. Ik kan het adres niet geven zonder haar toestemming. En het is nog maar helemaal de vraag of ik dat adres wel heb. Ik ben ook de legale voogd. Ik heb recht te weten waar mijn kind is. Sorry. Als jij denkt dat je me van mijn kind kan weghouden, heb je het mis. Of is dat blauwe oog niet genoeg? Dat kan wel zijn. Maar dat adres krijg je niet van mij. Gesteld al dat ik het had. Ik kom er wel achter. Hoe dan ook, ik heb een lange arm. Nou, dat is fijn voor je. Kom er wel achter. Hallo. Wat heb jij nou? Is er wat gebeurd? We hadden ruzie. Wie? Peter en ik. Waarover? Over Roos. Gisteren kwam Peter hier langs om te zeggen dat ze niks hadden. Wie? Roos en Peter. Hij vroeg me of ik weer in het restaurant kwam werken en dat er tussen hem en Roos niks aan de hand was. Nou, daar zal ik toch niet over liegen? Zo is hij niet. Ja, dat dacht ik ook, ja. Eerst geloofde ik hem niet, maar toen dacht ik van... Nee, zo is Peter niet. Dat is geen leugenaar. Nee, zo ken ik hem ook niet. Dus toen dacht ik... Goed, laten we niet kinderachtig doen, alles vergeven en vergeten. Dat is heel wijs van je. Dat dacht je, ja. Dus ik ga naar hem toe, naar restaurant De Kelder. En wat zie ik? Peter en Roos in elkaars armen. Bezig dat ze waren. Maar heb je dat wel goed gezien? Was het niet gewoon een vriendschappelijke omhelzing? Als dat vriendschappelijk is. Nou, ik denk dat Jef gelijk heeft. Ja, Roos heeft het moeilijk thuis op het moment. De hoofd staat helemaal niet aan dat soort dingen. Misschien had ze wel troost nodig. Troost? Ik weet toch wat ik zie? Ik ben toch niet gek? Peter en Roos waren gewoon aan het vrijen. Een mooie vriendenstad. Je voelt je zeker niet zo veilig, hè? Nu Frits zomaar onverwacht kan binnenlopen als hij er zin in heeft. Wat bedoel jij? Kom nou, ik weet heel goed wat er aan de hand is. Wat moet hij van je? Ik wil weten wat hij hier te zoeken heeft. En jij weet donders goed dat ik geen zin heb om lang op antwoord te wachten. Wat moet jij van Frits? Hij is een heel vreemd web aan het spinnen. Hij probeert iemand anders de moord op Rien in de schoenen te schuiven. Om zijn vader te dekken. Waarom zou hij zijn vader willen dekken? Misschien met oog op de erfenis. Hij erft niet automatisch. Hij is een buitenechtelijk kind. Ik wil hier gewoon niks van horen. Laat me toch met rust. Ga toch weg? Ik wil weten wat de Hogedorens uitspoken. Ik zal Herman Hogedoren achter de tralies krijgen. En jij gaat me daarbij helpen. Nee, nee, nee. Was je soms weer van plan om de kant van de Hogedorens te kiezen? Je voelt je zeker wel hulpeloos en kwetsbaar in dat stoeltje van je. Probeer je eens in te denken hoe het zou zijn als een stel stevige jongens door je huis komt razen. Waar moet je dan heen? Ik zou nog maar eens heel goed nadenken voor je weer dwars gaat liggen. Probeer nou maar gewoon om mij te helpen. Heel wat gezonder voor je.